Oude Sassenaren zullen het zich als de dag van gisteren herinneren. De feestverlichting. De feestverlichting aan de vooravond van hun Oranjefeest. Het Oranjefeest van 6 september 1938. Een dag vol muziek, spelletjes en een optocht waar bijna de hele bevolking aan meedeed. Omdat deze beelden 67 jaar geleden zijn gefilmd, valt het niet mee om de precieze feiten te achterhalen. De eerste brug, daar waar nu een dam ligt. Aan de lange schaduwen te zien, zou het hier wel eens vroeg in de ochtend kunnen zijn. Over de Westkade naar het stadhuis. Met ketting herkennen we burgemeester De Kerf. Rechts naast hem gemeentesecretaris Stubé. Er is veel jeugd. Er worden vlaggen overgedragen. Er zijn toespraken en er wordt gezongen. De traditionele aubade. En dan vertrekt er een auto, waarvan ons de betekenis ontgaat, maar voor de aanwezigen aanleiding is om te juichen. De geestelijke is pastoor Smeltzer. In de Walstraat doen ze spelletjes. Het lijkt wel of ze blokken turf raven. Het oude sportveld. Hier staat nu de fabriek van Serestar. Het feest vandaag is een bijzonder Oranjefeest. Koningin Wilhelmina is 40 jaar koningin. Vandaar dat ze het in Sas van Gent groots aanpakken. Fietsende jonge mannen die gaan deelnemen aan de fietsrace met hindernissen. Ze gaan vertrekken van de Kleine Markt. Hey, netjes wachten op het startschot. Er zitten allerlei hindernissen in het circuit, verzonnen door de leden van het Oranje Comité. Het eten van een ijsko dat door de jury wordt beoordeeld. Kijk, het wordt genoteerd. Hier tonen de deelnemers hun behendigheid bij het roken van een sigaar. Ja, dat was lachen, deze race met hindernissen. Jurylid Gras Goossens, de latere directeur van de stijfselfabriek. Ringrijden in de Stationsstraat. Let u eens even op de publieke belangstelling. Wat ze gaan doen weten we niet. Ze komen van de grens en op de achtergrond staat het douanekantoor. De man links is Robert Klaassen, douanebeambte. Meneer De Bel, de directeur van de glasfabriek. Naast hem Michel Remery. Zij maken wellicht deel uit van de jury die de versieringen in de grote optocht moet beoordelen. Want die vormt het hoogtepunt van deze Oranjedag. Een optocht waarin de band van het volk met de koningin tot uiting moet komen. Verenigingen, scholen, bedrijven zijn dagen, zo niet weken in touw geweest met het maken van een praalstuk. Op de fietsboot zit Loede Meijer, de zoon van de maker van deze film. Juffrouw Baart, onderwijzeres. Jet Ransgaard, dat is het meisje rechts op de kar. Ja, na bijna 70 jaar weten we nog mensen te herkennen. En ze zijn tevreden over hun koningin. Achter op deze kar wordt ze geprezen om haar wijs beleid. MUZIEK
De leden van de brandweer die laten zich niet onbetuigd. Links loopt Snelleman. Jan Ramon is boer. Zijn paard en hij hebben niks nodig. Ze kennen elkaar van haver tot gort. De Zuidstraat, op de achtergrond de markt. De Oostkade. Opnieuw Loedemeijer in beeld. In de stoet ontwaren we de heren van de jury. Ze beoordelen de noeste arbeid van deze oranjegezinde Sassenaren. Schier Stouthamer, hij begeleidt de wagen van de toneelclub. Hé jongens, geen ruzie maken. Langs de kant staat ook Dirk Butt. Hij heeft in zijn filmcamera voor de gelegenheid een kleurenfilm gestoken. En dat is wel heel bijzonder. Kleur uit vroege andere tijden. We gaan dit maar niet van de daken schreeuwen, zo zijn we niet in Zeeland. Maar uniek is het wel. Nu zien we goed dat de weergoden die dag goed meewerken. Als u nauwkeurig kijkt, komt zo nu en dan links in het plaveisel de tramrail in beeld. De palen aan de rechterkant zijn de elektriciteitsmasten voor de tramverbinding. De leden van de toneelvereniging, met op de troon een Sassenkoningin Wilhelmina. Al leven de mensen hier in de crisisjaren, ze hebben kosten nog moeite gespaard om deze dag tot iets heel bijzonders te maken. Ze hebben niet alleen zichzelf versierd, maar ook hun huizen en winkels. En dat zegt wat van de Sassenaren. De Sassenaren uit 1938. Al 40 jaar blij met hun koningin.